Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Vandaag uitzending 683. In de vorige uitzending zagen we twee dingen naar voren komen: het belang van overlevering van wijsheid in de opvoeding en het besef dat wijsheid door de generaties heen moet worden doorverteld. Hiermee drukt Salomo uit dat de kennis die hij doorgeeft hem niet door een plotselinge openbaring is gegeven, maar deel uitmaakt van een proces van langdurige overlevering door mensen die ontzag en eerbied voor de Heer hebben. Voor onze tijd, waarin vaak meer waardering is voor het allernieuwste, is het van belang waardering te ontwikkelen voor de wijsheid die gelovige en Godvrezende mensen door de eeuwen heen hebben opgedaan. We kunnen denken aan verhalen over de zegen van God die gelovigen in moeilijke omstandigheden hebben mogen ontvangen. Het getuigenis van deze mensen kan nog steeds in het geloofsonderricht worden doorgegeven aan jongeren. In de vorige uitzending zagen we in het begin van Spreuken 4 al twee dingen naar voren komen: het belang van overlevering van wijsheid in de opvoeding en het bestaf van wijsheid door de generaties heen moet worden doorverteld. Hiermee drukt Salomo uit dat de kennis die hij doorgeeft hem niet door een plotselinge openbaring is gegeven. Maar deel uitmaakt van een proces van langdurige overlevering door mensen die ontzag en eerbied voor de Heer hebben. Zijn voorvaderen hebben allerlei levenslessen opgedaan en die doorgegeven. Voor onze tijd, waarin vaak meer waardering is voor het allernieuwste, is het ook van belang waardering te ontwikkelen voor de wijsheid die gelovige en godvrezende mensen door de eeuwen heen hebben opgedaan. We kunnen denken aan verhalen over de zegen van God die gelovigen in moeilijke omstandigheden hebben mogen ontvangen. De getuigenis van deze mensen kan nog steeds in het geloofsonderricht worden doorgegeven aan jongeren. De opdracht onderwijs door te geven aan kinderen sluit trouwens ook aan bij de instructie van Mozes in Deuteronomium 6, versen 6 en 7. Daar staat: Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerlicht en als u opstaat. Dezelfde dingen verwoord Asaf in Psalm 78. We zagen in de vorige uitzending ook dat een kind ijverig wijsheid moet zoeken. Dat houdt in dat jongeren gestimuleerd moeten worden zich wijsheid eigen te maken. Voor de leraar betekent het dat hij laat zien hoe de hand en leiding van de Heer in het leven waarneembaar is. Daarmee wordt het verwarven van kennis van bijvoorbeeld de geschiedenis, de natuur, de economie en de politiek uiteraard niet terzijde geschoven. Wel is het zo dat de zoon of leerling wordt aangezet voortdurend na te denken over het verband tussen Gods leiding en datgene wat hij om zich heen ziet gebeuren. We gaan verder met spreuken 4. Nadat in de eerste negen versen gesproken is tot een groep jongeren, richt de vader of leraar zich tot zijn zoon of individuele leerling. Het leerdicht in de versen 10 tot en met 19 staat in het teken van de weg van oprechte mensen en van kwaaddoeners of goddelozen. Spreuken 4, vers 10. Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan. De jaren van je leven zullen talrijk worden. De zoon wordt opnieuw voor de keuze gesteld tussen wel of niet gehoorzaam zijn, waarmee het een keuze tussen leven of dood is. Want de vader verbindt daaraan de belofte van talrijke levensjaren. Let wel, dat gaat niet alleen over het aantal jaren, maar ook over blijdschap in het leven, de kwaliteit van het leven, een vol leven, en dat omvat meer dan de aardse duur ervan. Het gaat ten diepste om het genot van het leven van het vrederijk, het leven tot in eeuwigheid. Spreuken 4, versen 11 en 12 Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden, en als je rent, zul je niet struikelen. De oproep om te luisteren en de woorden aan te nemen worden nu onderbouwd. De vader geeft aan dat hij onderricht geeft over de weg van de wijsheid. Hiermee wordt het duidelijk dat wijsheid verworven kan worden door het onderwijs ter harte te nemen. Het onderwijs van de wijze vader of leraar zorgt er dan voor dat de zoon of de leerling op de rechte weg gaat en blijft. We zullen deze woorden zo moeten opvatten dat de vader wijst op oude, heilzame wegen die in overeenstemming zijn met de wet van de Heer. Als zijn zoon of de leerling deze wegen gaat, zal hij niet struikelen. In Spreuken 24, vers 16 wordt opgemerkt dat de rechtvaardige vaak kan vallen, maar even vaak weer zal opstaan, terwijl de onrechtvaardigen of goddelozen zullen struikelen over hun eigen wandaden. De belofte over het niet struikelen geldt als een algemene verklaring. Zoals ik zei, Spreuken 24, vers 16 geeft aan dat er in de praktijk wel een proces van vallen en opstaan is, maar dat de rechtvaardige niet definitief zal struikelen. Spreuken 4, vers 13. Houd vast aan de vermaning. Laat niet los, neem haar in acht, want zij is je leven. Er volgt opnieuw een vermaning. De vader roept op vast te houden aan zijn opvoedende en sturende onderwijs. Zoals al in de vorige uitzendingen uitgebreid aan bod gekomen is, is het belangrijk dat men onderwijs, correctie en eventueel vermaning toelaat. Een zoon die vasthoudt aan de wijze woorden van zijn vader, vergeet zijn wijze lessen niet, want de wijsheid beïnvloedt zijn hele leven. Als gij de zegen ervan heeft ervaren en nog steeds ervaart, zal hij de weg van de wijsheid of de rechte weg niet verlaten. Laat iedere zoon of leerling de wijsheid bewaren, want de wijsheid beïnvloedt het hele leven. Spreuken 4, versen 14 en 15. Kom niet op het pad van goddelozen en begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op. Wijk daarvan af en ga voorbij. Na de genoemde voordelen van het navolgen van de wijsheid. Volgt een waarschuwing ten opzichte van de goddelozen en kwaaddoeners. We hebben hier te maken met mensen die willens en wetens slechte dingen doen. Er wordt gewaarschuwd de weg van slechte mensen te vermijden, door zelfs niet één stap op die weg te zetten. En dat geldt voor iedereen en alle tijden. Als er geen eerste stap op een slechte weg wordt gezet, zal hij nooit verkeerd eindigen. Spreuken 4, versen 16 en 17: Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan. Zij worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen. Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden. Ter onderbouwing van de waarschuwing volgt een omschrijving van de verkeerde daden van de kwaaddoeners. Zij slapen niet als ze geen kwaad hebben gedaan, of als ze niemand hebben laten struikelen. Wat van het brood van de kwaaddoeners kan gezegd worden, geldt ook voor hun wijn. Daarmee wordt aangegeven dat de wijn die zij kopen gekocht is met geld dat niet eerlijk is verkregen. Mogelijk door geweld. Spreuken 4, vers 18. Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen, tot het volledig dag is geworden. Nu wordt met een dynamisch beeld de positie van de oprechte mensen geschetst. Zij gaan geleidelijk steeds meer stralen. Het pad van rechtvaardigen is een licht dat in hun leven is opgegaan, na een leven in de duisternis. Dat geldt ook voor ons, nieuwtestamentische christenen. In 1 Petrus 2, vers 9 staat. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Spreuken 4, vers 19 De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. De goddelozen of onrechtvaardigen zullen vallen, terwijl ze de oorzaak van hun val niet begrijpen. Een mens die leeft vanuit het woord van de Heer weet dat wie God verlaat en strijdt tegen Zijn wil, uiteindelijk zal struikelen. De goddelozen daarentegen houden geen rekening met de Heer, en begrijpen daardoor ook niet wat de oorzaak is van hun val. Ook vandaag zijn deze woorden actueel. Veel mensen die geen rekening houden met God, vinden zichzelf niet goddeloos. En vaak ook niet onrechtvaardig. Ze doen hun best, houden vrede met alle mensen en vinden dat ze goed en verantwoord leven. Als God hen in die toestand zou veroordelen, kunnen ze dat niet begrijpen. Ze hebben toch altijd geprobeerd zo goed mogelijk te leven? Maar goddeloos zijn betekent los van God, los van de schepper zijn. Zulke mensen zijn van mening dat zij zelf de dienst uitmaken en geen rekenschap schuldig zijn aan God. Volgens hen bestaat hij niet of is hij dood. Voor nog anderen is hij ver weg en niet aanwezig. Mogelijk ook een bedenksel van mensen. De Heer Jezus spreekt in Matthäus 7, versen 13 en 14 over twee wegen waartussen een mens in dit leven moet kiezen. Daar staat: Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw, en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. De Heere Jezus zegt in Johannes 14 vers 6: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En in Johannes 10 vers 9 zegt hij: Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en wijder vinden. Er zijn voor een mens slechts twee wegen. Er is een brede en een smalle weg. Ook Salomo wist het al. In Spreuken 16 vers 25 staat: er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Spreuken 4, versen 20 tot en met 22. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Hier begint er een nieuw leerdicht, het zevende tot nu toe. Het sluit aan bij het voorgaande gedeelte door nadruk te leggen op de goede en rechte weg. Beide bevestigen dat het wandelen op de juiste weg wijsheid geeft. Ook waarschuwen beide leerdichten voor afwijkingen van de goede weg of het rechte pad. In het vorige leerdicht werd gewaarschuwd om niet het pad van de kwaaddoener of goddelozen op te gaan. Nu wordt aangespoord om op de goede weg te blijven. Kenmerken voor het volgende leerdicht is dat verschillende organen van het menselijke lichaam een rol spelen. Het zijn de oren, de ogen en het hart. Daarna volgen meer uitvoerende zaken: de mond om te spreken, de ogen om de weg in de gaten te houden en de voet om te gaan. Spreuken 4, vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Het hart heeft een dubbele functie: het ontvangt de woorden en het beheerst de uitvoerende organen en lichaamsdelen. Het is belangrijk voor een mens om over zijn of haar hart te waken. Want uit het hart komt alles voort wat je doet. Het hart symboliseert het centrum van het binnenste van een mens. Spreuken 4, vers 24. Doe weg van jouw valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. De vader of leraar waarschuwt voor leugen en bedrog, zonden die met de mond worden begaan. Laat de zoon of leerling zich daar verre van houden. We kunnen stellen dat een verkeerd gericht hart verantwoordelijk is voor zonden die via de mond worden bedreven. Ook de Heer Jezus zegt in Matthäus 15, versen 18 en 19 het volgende. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens, want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Spreuken 4 vers 25. Laten je ogen recht vooruit kijken en je oogleden zich recht voor je houden. De ogen horen op de weg voor je gericht te zijn en niet af te dwalen naar links of rechts. Laten de ogen gericht zijn op de juiste en goede weg. Een wijs mens zorgt ervoor dat hij of zij zich niet laat verleiden om andere wegen te gaan. Van zaal sprekend komt een dergelijke houding voort uit een standvastig en oprecht hart. Spreuken 4, versen 26 en 27. Baan het spoor voor je voet. En laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links. Keer je voet af van het kwade. Ook benut de vader of leraar het beeld van voeten die over een weg gaan en verwijst gij daarmee naar een mens die de goede weg bewandelt en volgt. Er wordt opgeroepen om goed in de gaten te houden waar je voeten heen gaan. Laat de weg die je volgt de goede zijn. Laat de zoon of leerling niet naar rechts of links afwijken en zijn voet niet zetten op de verkeerde weg. Het is ook vandaag voor een mens van belang altijd de goede weg voor ogen te houden en daarvan niet af te wijken. Het proces van karaktervorming is nooit af en vraagt om blijvende waakzaamheid. Een gelovige moet in feite onophoudelijk werken aan zijn heiliging. Ook bij deze dingen geldt de regel dat stilstand achteruitgang is. Als een mens het in zijn jonge jaren met deze dingen niet zo nauw neemt en op het verkeerde pad komt, dan loop je de kans dat je het de rest van je leven achtervolgt. Laten wij allemaal, jong en oud, luisteren naar het woord van God. Nadat in Spreuken 4 het belang van het kiezen van de juiste levensweg is verwoord, volgen in Spreuken 5 concrete waarschuwingen voor de gevaren van een overspelige vrouw. Al in Spreuken 2 werd op dit thema ingegaan en nu volgt een verdere uitwerking. Spreuken 5, versen 1 tot en met 14: Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid. Neig je oor tot mijn inzicht, zodat je bedachtzaamheid in acht neemt. En je lippen kennis bewaren. Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem. Haar gehemelte is gladder dan olie, maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen sturen aan op het graf. Opdat je het pad ten leven niet zou inslaan, zwalken haar sporen zonder dat je het beseft. Nu dan, kinderen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Houd je weg ver bij haar vandaan en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis, opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft en je jaren aan een meedogenloze, opdat vreemden zich niet verzadigen met jouw kracht en je zoegend een goede komt aan het huis van een onbekende, zodat je uiteindelijk kermt als het gedaan is met je vlees en je lichaam, en je zegt: Hoe heb ik de vermaning kunnen haten en heeft mijn hart bestraffing kunnen verwerpen en heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leraren? Mijn oren niet geneigd tot mijn leermeesters. En bijna alle kwaad heb ik verkeerd, in het midden van de gemeente aan de gemeenschap. In de volgende uitzending lezen we verder in Spreuken 5. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.